Goedemorgen. Het is vandaag 15 oktober en het is volgens mij een dinsdag. En ik heb weekend. Oh, het slaat nergens op. Ik heb 3 dagen gewerkt. En ik heb gewoon alweer weekend. En dat is een goed leven. Ik kan niet anders zeggen. Ik kreeg heel veel vragen over wanneer Rodrigo eigenlijk weer in beeld komt. En het goede nieuws is dat hij. Ik heb deze week 3 dagen weekend. Dinsdag was op donderdag. Woensdag en donderdag weekend. Dus ik ga hem vanavond ophalen. En dan gaan we lekker s'avondjes slapen. Hij heeft wel wat plannen, geloof ik. Hij heeft volgens mij met de jongens uit de keuken afgesproken om naar Rip House Texas te gaan. Ze hebben hem helemaal wild gemaakt over. Oh. Over de T-bone steak van 900 gram. Dus die gaan ze geloof ik eten. En ik ben uitgenodigd. Wat super lief is, maar. Volgens mij moeten ze dat gewoon lekker als mannen uitje met elkaar doen. En anders neem ik de lady steak, weet je wel. En dan is het weer zo overduidelijk. Nee, maar dat is voor hem gewoon leuk, denk ik. Maar ik weet niet precies welke dag het is. Maar dat maakt niet uit. Conclusie. Hij gaat wel weer in de vlog komen, gelukkig. Ik ben even mijn broodje aan het oppiepen. Want die heb ik dus gisteren uiteindelijk niet opgegeten. Braaf meegenomen, maar ja, geen tijd voor gehad. Ook niet echt honger gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik had natuurlijk ook die chocoladekoekjes en die had ik ook al opgegeten, dus er zat genoeg in. Ik heb 3 series die op mij zitten te wachten. En degene waar ik het meest zin in heb is de familie Kruis. Als je dat nog niet kijkt, dat staat op Videoland. Dat is zo leuk, ik geniet er echt van. Broodje kipfilet en celery salade. En deze vreselijke kat zijn weer in de house. Dit is toch belachelijk. Birdie, wat heb je met hem gedaan? Want het is weer 3 keer zo erg, het schooien van hun. Moet ze weer helemaal opnieuw opvoeden, pad verdikken me. Het gaat er hier heftig aan toe, jongen. Er wordt gekrijsd. Ook echt in die doos, hoe dan? Wat is aan de hand met jullie? Is dit een broederruzie? Een echte ruzie? Of zijn jullie nog steeds aan het spelen? Voor iedereen die het op Instagram heeft gezien. I did it. Ik ben hier zo over de bank heen geklommen. En daarna kon ik eindelijk belasten. Ik had nog een pakketje gekregen van Simply Chic. En die ga ik even uitpakken met jullie. Ik ben ondertussen ook gewoon aangekleed en back in real life. Klaar voor de dag. Ik mocht iets bij haar uitzoeken en ik werd zo intens verliefd op deze armband. Lieve Sophie, veel plezier met je geweldige armband. XO Gentle Simple Chic is het, sorry. Hier zie je de naam. En mocht je interesse hebben, dan heb je hier ook nog alle gegevens. Ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten van de armband die ik heb uitgekozen. Want ik vind hem zo mooi. En wat ik het leuke vind, is dat best wel veel webshops tegenwoordig dezelfde dingen verkopen. Je ziet ook, vind ik, heel veel dingen terug die ik op AliExpress bijvoorbeeld ook zie. En deze armband heb ik letterlijk nog nergens gezien. En ik werd er echt verliefd op. Op het kaartje staat, lieve Sophie, veel plezier met je geweldige armband. XO Gentle Simple Chic. En hij zit in een heel schattig blauw zakje. Oh, ik vind hem zo mooi. Ik heb er echt naar uitgekeken dat hij zou komen. Gewoon. Oh my goodness. Nou, jullie weten hoe groot mijn verslaving aan goudkleurig is. En hij heeft dus panterprint in mat goud. En ik ben blij dat hij dit goed laat zien. In het echt zie je het veel beter, maar op camera is het moeilijk. Je ziet hem alleen als ik hem eigenlijk beweeg. En het is denk ik gewoon een kwestie van ja, open klikken en dicht doen. Het is heel gek voor mij, want ik draag nooit armbanden. Ik heb het AliExpress horloge wat ik nog steeds draag. Wat ik ook nog steeds heel fijn vind. Maar armbanden draag ik helemaal niet. Dus ik moet er echt een beetje aan wennen.
Maar ik vind hem heel, 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 heel leuk. Misschien zou ik hem eerder om de andere arm. Ja, dat komt omdat je hier je horloge hebt. Maar daar wil ik hem dan eigenlijk weer niet bij. Ik vind hem heel mooi. Super bedankt. En ja, alle gegevens staan dus in de beschrijving. Mocht je daar op zoek zijn. Dan is het nu Q&A tijd. Maar eerst eventjes mijn fantastische outfit laten zien. Al zeg ik het zelf. Ik heb dus mijn haar ingevlochten. En dat vind ik zo leuk. En daar is echt het vet haar perfect voor. Dus dit was het moment. Even. Hallo. Mijn kastdeur dicht. En dit is de outfit. Dit is het shirtje van Shein wat ik had uitgekozen. Mijn moeder gaat het vreselijk vinden, want die houdt echt niet van doodskoppen. En daaronder heb ik de flared broek aan. Ik heb nog geen schoenen aan. Deze zou eigenlijk even gestreken moeten worden. Maar ja, ik heb nog steeds geen strijkijzer. Schoenen, ja. Ik denk eigenlijk moeten mijn stoere laarsjes eronder. En die liggen dus op het werk. Dus dat. Oh, mijn fans. Dat kan natuurlijk ook wel goed. Dus, maar ik, nu ben ik toch lekker thuis. Dus ik ga eventjes geen schoenen aandoen. Maar echt. Oh, makes me happy. Juist de laatste tijd vind ik het heel leuk om een soort van dat schattige haar met vlechtjes. Dan te combineren met zo'n soort stoer shirt. Video zit erop. Slecht nieuws. Ik heb vandaag nog helemaal geen mandarijn op. Dus dan gaan we eerst maar eens wat aan doen. Liggen jullie hier nou nog te stinken? Ik ben bijna een uur weg geweest. Waar moet ik nu zitten dan? Leuk hoor, die katten. Neem ook even een glaasje water. Oh, ik heb een slapende voet. Terwijl ik gewoon recht heb gezeten. Ik heb nog carpaccio vanavond. Maar ik wil eens met mijn stomme kop vergeten sla te kopen. Oh, ik heb ook nog poffertjes. Tot hoe lang is die carpaccio? Volgens. Carpaccio goed. 26,10. Oh. Dan ga ik lekker poffertjes eten, denk ik. Zijn die wel nog goed? Blijft toch wel even goed. Het zijn gewoon poffertjes. Kijk hoor. 0611. Ja, die zijn ook nog goed. Hoppa. Ik heb even een paar uur gewerkt. Het is gewoon al bijna donker. En heel, heel goed gewerkt ook. Echt tot en met de vlog van gisteren vast gedaan. Dus dat is heel fijn. Ik ben echt yellow. Beter. Maar mocht je nou denken van, heb je het nou alweer over poffertjes? Dat zou je gisteren ook eten. Dat klopt. Maar ik heb helemaal niet verteld dat ik uiteindelijk op het werk ben gaan eten. Want het lieftallige vriendje had pasta pesto gemaakt. En hij weet dat ik dat lekker vind. Dus hij had gezegd, kom hier eten, want ik heb lekker pasta gemaakt. Dus dat heb ik toen gedaan. En daardoor liggen de poffertjes er nog steeds. En eerlijk, poffertjes zijn gewoon de shit. En ik had een familiezak, omdat hij ze ook heel lekker vindt. Maar ik heb hem helemaal niet meer gezien. Dus ja, vanavond zie ik hem. Maar dan wil hij vast geen poffertjes. Dus 72 stuks, jongens. Nou, ik denk dat ik er 20 eet. Dan heb ik wel genoeg gehad. Zo. En dan kan ik nu even nog de aflevering. Hoe heet dat? First Dates terugkijken. Want die heb ik nog niet gezien. Oh, ik ben echt blij. Ik heb het echt goed gedaan. En dit geeft me ook gewoon, zeg maar, want ik heb ook een wasje gedraaid. En er zit er eentje nog in de droger. Die andere moet ik nog opvouwen. Maar normaal gesproken voel ik daar dus heel veel druk. Omdat ik denk, ik moet nog allemaal doen. Maar dit is het ultieme bewijs van, ik heb nog 2 dagen vrij. Dus ik heb nu YouTube op een rit. En dan kan ik morgen op het huis focussen. En dan kan ik ook nog een dag met Birdie afspreken. En ik heb zelfs een spannende afspraak waarvan ik niet precies weet wat het is. Want ik ben benaderd via Instagram of ik langs wilde komen door een Veenendaals bedrijf. Omdat ze wat ideetjes hadden. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik op die manier door een bedrijf word benaderd. Dus ik ben super benieuwd. En ik heb er ook wel zin in. De perfecte voorbereidingen voor een bord waar poffertjes op komen. Poedersuiker er vast op, klontje boter en dan zometeen gaan jullie de magie zien. En dan drapeer je die heerlijk sussende poffertjes zo over het klontje boter heen. Natuurlijk doe je er ook nog wat poedersuiker op, want daar kun je niet genoeg van krijgen. Ik heb natuurlijk ontzettend genoten op Bonaire, onder andere ook van eten. En dat wilde ik ook. Ik wilde gewoon echt niet nadenken over hoeveel of wat of ongezond, gezond. Gewoon 8 dagen eten waar ik zin in had. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze broek zit wel even wat strak.
En ik heb gewoon nog helemaal niet op de weegschaal gestaan. Omdat ik me daar ook niet te veel aan vast wil houden. Ik wilde wel echt na de vakantie weer wat gezonder gaan eten. Wat ook wel aardig gaat. Denk je je poffertjes op? Klopt. Maar verder heb ik vandaag alleen maar mandarijntjes en brood op. Dus dat is best wel oké. Het zit hem vooral in het niet snoepen. Maar nu ik die poffertjes op heb. En het waren eigenlijk net eventjes 4 te veel, weet je wel. Die broek die snijdt gewoon echt een beetje in mijn middel. En het is toch echt wel even een confronterend momentje. Ik denk, nou Sophie, nou. Toch maar geen poffertjes ook meer dan even. Oh, maar het is wel een teken hoe goed het was. En hoe erg ik genoten heb. En ik heb ook geen rebel op vandaag. Dus het valt echt wel mee. Het is, maar ik moet echt weer even die knop omzetten van oké, avondeten. Wat is ook alweer gezond. Ik wil echt proberen om weer meer voor mezelf te gaan koken. Mijn ouders komen weer terug deze week. Dus daar kan ik vast ook wel een avondje gezond eten. Pasta gisteren was niks mis mee. Ik dacht ervoor een carpaccio salade op. Dus ook niks mis mee. Ik dacht daarvoor waren dan denk ik de poffertjes. Het valt wel mee. Het valt wel mee. Maar avondeten vind ik gewoon heel lastig. Maar dat was volgens mij al lang bekend. Wow. Ik heb mijn camera net een partij hard laten donderen. My goodness. Oké. Alles doet het nog. Ik had een hartverzakking, jongen. Ik ging gewoon echt... Ik zette hem letterlijk naast de tafel neer. Ik wist niet eens dat dat mogelijk was. Oké. Eigenlijk was ik aan het klaarmaken om mijn wederhelft op te halen in Nijkerk. Zo, ik voel mijn hart nog steeds in mijn keel. Het is maar een camera natuurlijk, maar ik schrok er gewoon van. En hij is ook best wel duur, dus het zou leuk zijn als hij kapot gaat. Lekker mijn dikke jasje aan. Deze jas, iedere keer als ik hem aantrek heb ik spijt omdat hij zo warm is, maar... Ja, het is hier binnen gewoon. Oh, 19,5 graden. Nou, het is hier binnen ook niet echt koud. Hoppa, ik was ook een beetje in het huis aan het opruimen. Het was niet echt een rommeltje, maar... Net even, hier stond dat poffertjesbord nog. En gewoon een beetje het idee dat ik gewoon geordend leef. Gedoucht en wel in bed aangekomen. En morgen gaan jullie veel meer zien van deze man. Maar nu gaan we lekker slapen. En ja. Ik heb niet zoveel meer te zeggen eigenlijk. Bye. Oh, oké. Bye.